Welkom allemaal. Dat is iets waar wij heel erg blij zijn om dat te mogen zeggen. Want we kunnen na jarenlange voorbereiding jullie dus eindelijk welkom heten hier bij de basis. En ook nog eens op de open dag, 1-jarig bestaan. Nou ja, ten eerste is de basis een mooie broedplaats voor mensen in de muziek. Bandjes, mensen die alleen muziek maken. En ik ben erg blij mee dat zij een plek hebben gekregen, een permanente plekje hier in Nijmegen. Ik vind het sowieso echt heel knap hoe überhaupt dit initiatief ontstaan is. Hoeveel mensen vanuit Nijmegen hebben bijgedragen om dit initiatief werkelijkheid te laten worden. En eigenlijk ook al de mensen, de bestuursleden die het allemaal jaren mee bezig zijn geweest. En dat eigenlijk wat zij bedacht hebben ook werkt. En er is nog veel te doen, maar het gaat echt al. Je merkt echt dat er een goede vibe is, dat muzikanten elkaar beter leren kennen. Dus zoiets. Wethouder Vergunst heeft in het verleden ook in het voormalige Don Roosje gewerkt en ook zelf op het podium gestaan. Hij weet daarom als geen ander waarom een plek als de basis erg belangrijk is voor muzikanten. Nou, het is ten eerste belangrijk dat je een eigen plek hebt waar je kunt repeteren, nummers kunt maken, kunt opnemen. Maar dit is ook een plek waar bands, muzikanten elkaar kunnen ontmoeten. En dat is ook heel belangrijk, want dan kun je van elkaar leren. We hebben een commissie die een beetje die alle bands checkt, maar ook naar de spreiding. Dus dat we niet allemaal dezelfde soort bandjes en muziek hebben, maar juist dat er ook verschillende genres zijn. Dat we niet alleen maar bands hebben, maar juist ook hip-hop artiesten en producers. De basis heeft ook een stichting met talentenmakelaars die ook de talenten die er zijn ook verder proberen te ontwikkelen. En dat is de belangrijke meerwaarde die de basis kan hebben voor de popmuziek in Nijmegen. Voor veel bezoekers van de open dag was het toch weer even alsof ze als tiener door het voormalige poppodium liepen. Ondanks de nodige verbouwingen blijft het pand herkenbaar als Don Roosje. Je hoort juist eigenlijk van heel veel mensen dat er nog best wel veel bewaard is gebleven. Onder andere bijvoorbeeld in onze flexruimte. Dat is een plek waar mensen een flexplek huren. Daar zie je, dat is in de oude drukkerij. Dus dan zie je nog aan de muur allerlei de oude posters die vroeger gemaakt zijn. Ja, de grote zaal is bijvoorbeeld wel opgedeeld in nu kleinere studio's. Dus je ziet er nog wel, de wc's zijn hier en die zijn er nog steeds. Maar misschien herken je het podium niet meer terug. Nou, ik heb zelf heel veel herinneringen aan Don Roosje. Ik heb ook gerepeteerd in de kelder. Ja, als wij een band hadden naast ons die echt hele harde muziek maakte, hele harde metal. Ja, dan konden we onszelf niet meer verstaan. Dus het is nu echt goed geïsoleerd. Dus je kunt nu echt serieus repeteren en opnemen. Nou, las ik dat er hier oude snacks zijn vanuit de tijd van Don Roosje, de Papau en het Bertje. Wat is een Bertje? Ja. Nee, nou, de broodjes Papau hebben we vandaag weer. Dat merkte toch dat veel mensen dat leuk uit hun herinnering hebben. Bertjes zijn eigenlijk de biertjes die we verkopen. Dus je kan een lekker biertje kopen aan de bar.